Havenaar wacht. Daar is Havenaar en daar is geen doelpunt. Hij heeft nog geen doelpunt tegen gehad in de Eredivisie dit seizoen. En dit had dan toch echt de eerste moeten zijn. Ziyech met een schot. Schitterende poging van Ziyech. Mooie reactie van Sillissen. Belangrijke reactie van Sillissen in de goal van Ajax. In de tweede helft. Als er hier niks geks gebeurt, maar het is al gebeurd. Nee, Sillissen heeft hem. Iniesta. Demarrage van Allure. Niemand durft hem echt aan te pakken. Sillissen raakt de bal net genoeg. Leidt het ook nog tot een echte schietkans? Ja, nu wel! Er is geen buitenspel, maar Sillissen voorkomt dat hij scoort. Wat hij natuurlijk wel had moeten doen. Ja, hij complimenteert de keeper. Dat zou ik ook doen als ik hem was. Wat zit Sillissen er dan snel bovenop? Nu is het weer Sillissen zeg als die bal blijft liggen voor Orlando Sa. Hoeveel kansen heeft Legia Warschau nodig om Sillissen te passeren? Dankzij Sillissen heeft Ajax nog altijd de nul. Elf, Kazim. Kazim. En Sillissen. Maar Sillissen is al een paar keer heel belangrijk in deze wedstrijd geweest. Hier pakt hij de bal van Kazim. Buitenkant schoen, Neymar, het is geen buitenspel, het is een redding van Sillissen. Drie keer al was hij in de eerste helft toch dicht bij het afronden van een aanval. Je moet meteen zeggen, drie keer dicht bij een goal. En nu was hij er echt dichtbij. Toornstra vrije trap, daar de kopkans en de redding van Sillissen. De kopkans voor Boetius om er 1-1 van te maken. En zo had Feyenoord al een tijdje geen serieuze mogelijkheid meer gehad. Guilherme, Cerriero, Orlando Sa, oppassen en Sillissen. Guilherme, Sillissen. Jongens, hoe kan het toch dat deze bal er niet in gaat? Eén keer van Sa, toen Sillissen. Eén keer Guilherme, toen Sillissen. En ook Zero krijgt hem er niet in. Weer Manu. Weer een kopbal. Oh! En Sillissen met een waanzinnige reactie.